Hi. We gaan opmaken. Ik zie er heel glowy uit. Ik heb net een skincare routine opgenomen met de proefjes. Met een aantal proefjes. Ik kan natuurlijk niet alles op mijn gezicht smeren. Maar we gaan beginnen. Het is nog steeds niet helemaal droog. Het voelt allemaal heel gehydrateerd. Maar ik ga wel een primer aanbrengen. En dan neem ik de... Nee. Ik neem de Iconic Underglow Blurring Primer. Alsof ik nog meer glow nodig heb. Zo. We gaan proberen een kerstlook te maken. Dat vind ik. Een kerstlook is zeg maar donkere ogen, lichte lip. Of lichte ogen, donkere lip. Dat. En in principe... doe ik eigenlijk nooit iets... meer of minder dan ik normaal doe. Ik gebruik de CC Nude en de CC Illuminating. Maar deze is te donker en deze geeft niet genoeg dekking. Dus, samen... is hij nog steeds te donker. nou ja, dat lossen we alweer op. Een spons. Nee, de kleur is goed hoor. Ja, zo. Ik had wel product over, maar ja, dat is als je dingen gaat mengen. En, nou ja. Even de onderogen met de Pat McGrath onderoogpoeder. Zo. En dan wil ik graag, sorry voor het uitbeeld... Dan gebruik ik de Moira poeder. Voor de rest van mijn gezicht. Ik zit gelijk helemaal onder de poeder. Het was een beetje veel uitgekomen deze keer. Dit is die
de Moira losse poeder in met die drie kleuren. Moira en dan met die drie kleuren, weet je wel. Zo, gaan we een beetje refreshen met de Hyaluronic Face Mist van Catrice. Want het poederige hoeft natuurlijk niet te blijven. Ik ben al droog genoeg van mezelf, zeg maar. Zo. Even de wenkbrauwen doen. Waarom gaan die er altijd vandoor als je ze nodig hebt? Niet de wenkbrauwen natuurlijk, maar het kwastje. Andersom. Ik heb het een paar dagen zonder mijn malletje geprobeerd. En dan krijg ik toch de uiteindjes niet zo mooi, zeg maar. En het hoeft voor mij niet heel donker of zo. Maar ik wil ze wel mooi gedefinieerd hebben. En als het even kan, een beetje in hetzelfde model. Voor de duidelijkheid, want er zijn wel een hoop nieuwe kijkers bij. Ik ben geen make-up artist. Ik doe en ik leer van wat andere mensen doen. En dat probeer ik uit. En als het dan werkt, dan denk ik, maar ik ben absoluut geen... Ik ben zeg maar een enthousiast. Ik ben enthousiast. Maar ik ben gewoon een consument. Ik ben niet... professional, zeg maar. Wellicht ten overvloede, want misschien zie je dat ook wel gewoon. Maar ik denk, ik zeg het er voor de duidelijkheid toch even bij. Weet je, ik doe gewoon wat voor mij werkt. En dat... ik denk dat iedereen dat zou moeten doen. Zo. We gaan de bronzen doen. Dan nemen we de Revolution... Hoe heet dat ding? Ja, de Revolution Bronzer. Powder. Press powder bronzer. Ik heb de kleur 10. Ja, dat is het. Dat is deze. Hij is dunner dan de... ik weet niet of je dat kan zien zo. Hij is dunner dan de cream bronzer. Maar aangezien ik al poeder heb gedaan, heeft het geen nut meer om een cream bronzer op te doen. Ik doe altijd hier even rondjes draaien en dan ga ik naar binnen. En dan, hier slaat het bij mij natuurlijk in, maar ik wil het iets hoger. Dus feitelijk gaan we... Op het jukbeen, zeg maar. Dat vind ik mooi. En we gaan niet naar beneden, maar we gaan naar binnen. Want ik heb een redelijk lang gezicht. Dus ik wil dat graag een beetje breken. Er zijn wel redenen waarom ik sommige dingen doe, hoor. Ik doe niet zomaar maar wat. Ik probeer me er wel in te verdiepen dat wat ik doe, dat ik het goed doe. Maar ja, dat... Zo, de onderkin een beetje weg. En dan nemen we van Revolution Reloaded ook gelijk de bronzer. Dit is de Blusher Reloaded in
peaches en cream. Zo. En wat we dan toch bezig zijn met alle spullen uit mijn everyday bakje deze week, nemen we de Reloaded highlighter in Just My Type. Zo. Meer doe ik niet. Ik ben niet een heel groot highlight type, zeg maar. Ik wilde de Colourpop Gone Matte proberen. Niet proberen, maar weer eens gebruiken. En die ziet er zo uit. Sorry, jeuk aan mijn neus. En daar gaan we even proberen. Ik kijk regelmatig daar, maar daar zit mijn spiegel namelijk. Mijn everyday bakje staat een heel klein beetje ver weg. Dus die haal ik even een stukje zo dichterbij. Ik ga niet zeggen welke kleuren ik gebruik. Want ja, hebben ze een naam? Ze hebben wel een naam. Ik gebruik Very Velveteen. En dan blend ik die een beetje naar binnen. Maar het meeste van het pigment zit dan wel daar. Het is een beetje een grijzige, koele toon. Die jeuk om mijn neus steeds, dat komt van die poefjes, van die Hydra Line van Chanel. Ik herken het. Hier heb ik iets te veel. Dan ga ik in Pillow Fight, een beetje hele licht beige roze kleur. Daarmee doe ik de binnenkant oplichten, zeg maar. Niet helemaal hoor, het is geen, het zit een haar ook hier. Het is geen wit. Het is een beige roze kleur, gewoon echt een nude kleur. Zo. Dan ga ik met die eerste ook onder de ogen. En weet je, dit laat zien, hoop ik, ook als je geen make-up artist bent, kun je met een hele simpele look heel ver komen. Dan neem ik... Ur Avo. Dat is een hele lichte. En dan doe ik. En dat doe ik normaal nooit. Maar ik wil gewoon eens kijken hoe dat. Bij mij gaat. Het is niet een hele sprankelende kleur. Maar het maakt de boel wel open, zeg maar.
Die zat vast. Ja. Dan wil ik even een heel klein liner kwastje. Dan ga ik in een donkere bruine kleur. En dan gaan we even... Zo. Alleen de buitenkant. En dan lijkt het net alsof die hier uit je wimperlijn komt, zeg maar. En dan kunnen we een heel klein beetje omhoog. Kunnen we hem een heel klein beetje uitblenden. Gewoon een klein beetje, niet te gek doen. We gaan de wimpers krullen. En dan nemen we een bruine mascara. Gewoon omdat ik het mooi vind. Zo, ik heb wel een beetje geknoeid, maar dat ruim ik zo meteen wel even op. Een lipje. Het voordeel vind ik van een dergelijke neutrale look is dat je alle lipjes erbij kan doen die je wil. Ik ga vandaag voor de nieuwe L'Oreal Liquid Lipstick. Dan doe ik even mijn... Ja, die is heel eenie mini geworden. Iconic Nude. Ik trek mijn lippen zo strak. Omdat ik een klein beetje wil overlijnen. Maar ik wil niet overlijnen. Dus ik zet hem eigenlijk op de liprand. En dan... heel klein beetje, zeg maar... Leun ik hem naar boven of naar beneden, ligt aan welke lip je neemt. Hier is de liprand. Dan kan ik het zo doen aan de binnenkant of ik kan hem zo doen aan de buitenkant, zeg maar. Even zo gezegd. Dus dan doe ik hem aan de buitenkant. Dan raak ik als het ware wel de liprand, maar dan is het toch iets... Iets. Ik ga heel even de mascara foutjes weghalen. Zo. Dan doen we een illuminating spray op.
Dit heet een Glow Fixing Spray van Catrice van de Clean ID Line. Lekker veel, want er komt per spritsje niet heel veel uit. Oké. Zo zou ik naar een kerstdingetje gaan. Eigenlijk basic wat ik altijd doe. Hoe kan je hier nou meer van maken? Een glans op je ogen. Een andere lip. Doe hier een gloss bij. Doe een rode lip. Doe een paarse lip. Doe een knalroze lip. Rood is natuurlijk, die kan je in heel veel tinten krijgen. Maar kies een rood die bij jou past. En met een rode lip maak je alles gelijk meer voem natuurlijk. Je kan alleen een klein glimmertje hier in het midden van je onderogen doen. Dat geeft een soort pop. Maar je kan ook een glitter of een glimmertje gebruiken gewoon op je oogleden. Ik doe dat meestal niet, want ik heb overhangende oogleden. Dus je ziet het niet heel erg bij mij. En ik hou gewoon van matte oogmake-up. En het zegt niet dat ik nooit iets shimmerigs in mijn ogen heb hoor. Heus wel. Maar niet vaak. Laat ik het zo zeggen. Je zou wimpers op kunnen doen. Hè? Een feestelijke wimper. Je zou een diamantje of zo'n een rhinestone. Een paaltje of een zo'n nep diamantje zeg maar. Zou je hier kunnen plakken. Om het mooi te maken. Je zou een mooie feestelijke eyeliner kunnen doen. Om een hele mooie feline wing te maken. Ik zou de nadruk wel leggen dan op de ogen of de lippen. Niet allebei. Maak het niet te veel. Je bent geen clown, zeg maar. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Als jij dat heel erg gaaf vindt en mooi vindt. En you do you, hè. Dat is helemaal prima. Maar dat is het wel zo'n beetje. Je zou de oogbeker wat feestelijker kunnen maken. Wat shimmeriger, wat intenser. Misschien een smoky. Hoewel dit voor mij al redelijk smoky is. Ik zou de basis rustig houden en dan de lippen bijvoorbeeld rood doen. En dan alleen een zwarte eyeliner. Of ik zou gaan voor een nude lip, zoals deze. En dan gewoon wat glimmer dingetjes hier. En misschien van die plaksteentjes leuk. Een paar goede wimpers. Als je daar van houdt. En dan kan je dit heel redelijk, relatief makkelijk upspijzen. Maar dit is voor mij prima om bij iemand... Nee. Dit is voor mij prima om overdag bij iemand koffie te doen. Zou ik dit 's avonds doen... Dan zou ik denk ik hier aan de binnenkant, hier, zou ik een glimmer nemen. En dan bijvoorbeeld, je zou er een highlighter voor kunnen nemen. Dat geeft net iets meer. Zou ik voor een kerstdiner gaan, zou ik dit doen met een rode lip. Ja. Die heb ik even niet bij de hand. Anders had ik hem laten zien. Maar zo, dit zou ik overdag kerst doen. En 's avonds zou ik... een klein beetje glimmer bij mijn ogen doen en een rode lip. That's it. Meer is het niet. En weet je, wat het belangrijkste, denk ik, vind ik, is dat je doet wat bij je past.
dat jij blij bent met de look die je maakt. En dat je je er comfortabel bij voelt. En niet... Sorry, ik ben even afgeleid. Het is belangrijk dat jij je er comfortabel bij voelt. Jij moet je fijn voelen bij hoe je eruit ziet. En ongeacht wat een ander daarvan denkt, hè. Ik bedoel, het gaat om jou. Als jij mooi vindt hoe je eruit ziet, ben je ook zelfverzekerder. Ben je ook, je ben ik, hè. Dus wat dat betreft, denk ik, vind ik het belangrijk. Als jij vindt dat je er mooi uitziet, maak een look, basis, blush. Als je geen bronzer wil doen of als je alleen maar bronzer wil doen. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit als jij het mooi vindt. Ik vind dit mooi. Dus voor overdag is dit een prima look, ook voor de kerst. Oud en nieuw, ga je feesten, is weer een ander verhaal. We hebben het even over kerst. Overdag is dit een prima look. 'S Avonds zou ik een rode lip doen, maar de rest verder zo laten. Dit was mijn video. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn kanaal, daar help je me mee. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei!